Maar in ieder geval, dat is wel nog tijd voordat ik aan moet komen. Ja, nou, ik mijn shit. Kijk ook. Wapens heb ik. Ik heb twee raketten bij. Oké. Okay. Wat heb jij hier in je gunner position? Even cycled. Hoe kun je zien? Gewoon F blijven drukken. Dan staat het rechts bovenin. Hydra. GM. En twee M230. Dat is je gunner. Alle Hydra's zijn raketten en die Hellfires en de grote raketten volgens mij. Kijken wat aan de buitenkant van dit ding. Oh ja, ik zie het al. Hellfires zijn die vier pakketten en die Hydra's die zijn 6 pakketten. Als het goed is moet je ook met first person optie hebben waarbij je dan naar een andere visie gaat, dan kun je even die je de gun kijken. Hoe werkt dat? Nou, je kunt even uitstappen. Even kijken. Get out. Checken voor je. Oké, in onze squad hebben wij alleen maar een sniper en een anti-tank mannetje, maar dat gaat hem worden. Oké, moet je even weer in de gunner gaan? Dan één keer op echt muis nog. Ah, dat is wel nice. Ja, als het goed is het TWS, dus kun je ook dingen zien. Maar moet je eventjes op L drukken als je daarin zit. Dat is light, dus dat is geen laser. Lastig. De eerste keer ging het al mis bij het guard torentje. Ik zei de eerste keer ging het al mis bij de guard toren. Ja, klopt. Nou ja, niet bij de guard toren, maar dat ik meteen nadat ik... Wat deze L doet. Binnen. Kampen alleen. One o'clock. Enemy. Man. 100 meters. Moet ik die guard toren uitnemen? Ik heb een sniper. Als het silence kan, ga je gang. Moet dichterbij komen. Cool. Probeer gewoon zo dicht mogelijk te komen voordat ze... Oh, bastard. Maar even voor duidelijkheid, ik kan alleen vliegen als het goed is. Dus jij moet alle guns bedienen. Doorbegeleiden met waar je het wat wil. Nee, is goed. Maar ik heb het hier, maar als het goed is, zijn de grote deels van deze dingen langer op 1,5 kilometer afstand hangen en dat je die raketten via dat ding leidt, dan... Ik denk dat je... Enemy man, 10 o'clock, 100 meters. 12 o'clock, enemy man, 50 meters. 1 o'clock, man, 100 meters. Enemy man, 1 o'clock, 100 meters. Ik stuur even onze klimbots even naar voren. Wij moeten altijd weer op het dak terechtkomen. Wie is Frank Vistoop? Martijn of Tienes? Ja. Martijn of Tienes, dat is altijd hetzelfde. Martijn of Tienes. We moeten op dat dak zien te komen, dan kunnen we een beetje... 12 o'clock, enemy man, medium range. Enemy man. 10 o'clock, ja, rock R. Wat ik wil. Sorry. 11 o'clock, man, medium range. 10 o'clock, man, medium range. I'm on 7. Nee, ik sta aan de binnenkant van de poort. Ik ben nou naar de fout, want ik ben wel precies standaard in zit. Ik ga even een klein stukje omhoog vliegen. Dus zou ik dan niemand moeten alerten, dan zou jij met die gunnerpositie ver in kunnen zoomen om te kijken hoe het daar met de kamp gaat. 2 o'clock enemy man, 50 meters. Kijk wat ik bedoel. He's down. Ah, shit. Enemy man, 11 o'clock, 100 meters. Enemy PC, left 200 meters.
Enemy man, 11 o'clock, 100 meters. I got it. Enemy truck, 11 o'clock, 200 meters. Finish secure. Nice. Enemy man, front, 100 meters. 10 o'clock, enemy car. Enemy, 11 o'clock, 200 meters. What the hell? Fire. Heb je een beetje gezegd met die gunnerpositie? Totaal niet. 9 o'clock, man, 100 meters. 9, medium range. Ik zit wel hoger dan de berg. 11 o'clock, enemy man, medium range. 10 o'clock, man, 100 meters. De afstand zijn. Geef jullie me een seintje als ik in moet vliegen. En al het voertuig aangekomen. En boven. Op dak. Helemaal boven. Die is op dak. Verder clear. Ben ietsjes verder alsjeblieft. Van mij clear. Listen up everyone. We got him. I repeat. Scratch one. We have captured Kongo Aziz. We zijn nu nog weinig. Snel naar die helikopter toe. One of the enemy man and machine gun medium range. Scratch one. Medic! Enemy hostile down. Five is dead. Ben, volg je? Sorry. Volg je? I've got him. Oh man, ik ben even op pressure. Jij moet Aziz secure stellen. Jij hebt hem aan hij is jou aan het volgen. Oh, gay, dat moet even niet, want ik ben als sniper niet zo goed daarvoor. Ja, dat maakt niet uit. Je moet nou gewoon naar die helikopter toe komen. Snel naar die helikopter toe. Reloading. Gotta reload. Pak dan de chopper als het kan. Helemaal. Ik heb een chopper hier, ik zit in de chopper. Moet ik ook in de chopper gaan zitten? Ja, je moet in de chopper gaan zitten. Even wachten tot hij dichtbij is. Kun je nou aan? Als je even weer uitstapt. Enemy APC 6 above 200 meters. Nee. 7 UV over. Hij staat er maar. Good for me. Nu zit hij erin. Zit hij? Ja, nee, sorry. Ga nou weg. Ik zou hem in het begin wat hoog houden en daarna laag. Ook doen. Where are you? Als jullie je laser sights aan kunnen zetten, dan kun je een beetje aanmerken van waar het wat heen moet. Ik zie een helikopter. Ja, dat zijn wij. Oké. Okay. Knallen? Oh, ik wil jullie escorteren of lukt het wel? Moet ik de rest redden? Nee, we zijn al bijna klaar. Hey, ik zie een B. Nou, een dik vlieg. Weet je wat nou het lullig is? Die succesvolle missie ben ik nou niet aan het filmen. Enemy APC 6 o'clock, 200 meters. Moving! Ik wil eigenlijk een zonder helikopter proberen. Weet je, als ik niet kan, kan ik niks meer doen. Dan vlieg ik gewoon met de grond in. Go, I'm covering.
Kon je niet vliegen? Nee, op het einde was het mis voorbij en dan krijg je mijn controles helemaal niks meer. Dat is nergens op. Go! Woe! Nou, dat was ook kort. Met ons, met wie? Zodra de mis voorbij was, werden mijn controles gewoon niks meer. Ik stortte bij de eerste beste bergen. Serieus? Ja.